kinderen die, ja, die gaan naar school op het ISK in Almelo. Het is een internationale schakelklas met kinderen van politieke vluchtelingen of van ouders die, die werken in Nederland vanaf het buitenland. En we zijn nu vandaag bezig met een workshop. Dat is dat we mensen in een verzorgingstehuis, daar gaan we zo meteen langs. Bij Trivium Meulenwildzorg. En ja, wat we daar eigenlijk gaan doen is, we zijn nu een persoonlijke boodschap aan het maken voor de mensen daar met een bloemetje. Ja, om de mensen eigenlijk een vrolijke dag te bezorgen. Vandaag hebben de kinderen in hun popboekje ook zelf opgeschreven van, wat wil je hier nou leren? Persoonlijk ontwikkelingsplan. Ja, ze willen Nederlands leren. Dat komt ook vanuit hunzelf. Ja, dus het is belangrijk dat we alles in het Nederlands gaan doen. Ja, en uiteindelijk zijn er soms woorden waar je helemaal niet uitkomt. Dus dan pakken we Google Translate erbij. En ja, dat is natuurlijk wel handig. En op die manier komen we dan uiteindelijk komen er wel uit. Jullie hebben een boodschap geschreven voor oude mensen. Wat heb jij erop geschreven? Ik heb geschreven een fijne dag. En ik heb nog geschreven, zorg ervoor, jullie zijn altijd een goede leven hebben, een goede gezond of zo, ja. Ik heb geschreven fijne middag en zorg voor je leeftijd en zo. Hoe lang woon je al in Nederland? Je spreekt best goed de taal. Ik woon hier al in Nederlands 2 jaar. Anderhalf jaar. En wat hebben jullie hier geleerd? Oude mensen helpen en goed voetballen en zo, ja. Ja, mensen helpen en wij moeten goed voor de anderen verzorgen en zo. Wat ook altijd gezegd, de familie in Heracles. Ja, goed, dat blijkt ook wel weer uit dit project. Iedereen is welkom en iedereen wordt warm ontvangen. En ja, dat is het eigenlijk.